Een serene rust in de kippenren van G. van den Berg uit Bergsen Hoek. Althans, nu nog wel. Ik vermoed dat er nog geen trein in aantocht is. Gaat ze het zo meteen doen? Nou, zoals we meerdere keren hebben ontdekt wel. Het spoor langs het huis van G. is nog leeg. Niets te horen en niets te zien. Maar de kippen weten het al. Er komt weer een trein. Ja. Hoor je hem? Exact 4 minuten. Het is 11 uur 35. Ja, en het was 11 uur 31 was het onze kippen, dat ik zei, nou, dan gaan ze toch wel erg tekeer. Inderdaad. De voorspellende graven bij de kippen van Gree zijn ontdekt dankzij deze meetapparatuur. Daarmee zou niet alleen de sterkte van het treingeluid zijn vastgesteld, maar ook de onrust in het kippenhok. Elke 4 minuten voordat een trein langskomt. Op de meetapparatuur was dus te zien dat exact 4 minuten voordat de trein hier voorbij kwam, dat dan de kippen al 4 minuten aan het toch aan het tokkelen waren met elkaar. Ik denk dat ze de trillingen gewoon al. Beesten zijn gewoon veel gevoeliger. Net zoals honden en allerlei andere dieren. Dus ja, ik denk, ja, het is gewoon een vaststaand feit. Ondertussen neemt de onrust in het kippenhok weer toe. Alsof ook de dieren protesteren tegen de HSL. Ik weet het niet. Dat zal blijken, maar die kunnen al helaas geen antwoord geven. En wij mensen wel. En jawel, opnieuw komt de voorspelling uit. Hoor je toch? Gingen ze toch tekeer, meer? Ja. Het klopt, hè? Ze doen het. Ja, het is wel onvoorstelbaar, maar ja.